Ja, Jordi had voorspeld, hé. Koffie drinken en erin gestopt. Uiteraard. Dat is dus letterlijk wat er nu gebeurd is. Yep, we kunnen als juist een beetje wandelen in de plasjes, like Donald doet, en dat is het ook, hé. Jordi is niet alleen een pretpark fan, maar ook weerbericht fan. Ja, ik kan het weer voorspellen. Je is beter dan de weerman op de televisie. Tuurlijk. Ik kan zeggen van, kijk, nu gaat het stoppen met regenen. Oké, weliswaar, het is nog een mini ja, beetje maar ja, dat is niet veel, hé. Nee, maar dat is om weg te lachen. Ja, dat is hé. Ja. Dat is hé. Ondertussen is het hier mega druk. Het is ongelooflijk. We kunnen hier op de koppen lopen. Dan gaan we met zoutvaatjes. Nu, ja, hé. Dan gaan we nu een ritje doen in Big Thunder Mountain. Ja. Ja, in Big Thunder Mountain. Hoe lang is het aanschrijven? Ja, het is overal 5 minuutjes. Ja, is goed. Oké. Ja. Jongens, het is niet voor jullie jaloers te maken, maar Big Thunder Mountain is 5 minuten wachten. Blijkbaar. En het is al 10 uur. Maar Donald is weg. Nu voor lof pakken. Al goed en wel, maar ik zit hier lekker in Disneyland. Yep. Als je rustig naar Disneyland wil komen, moet je hier vandaag rondlopen. Dat is hoor, dat is een feit. Donald is zelfs verlof. Ja? Donald is ook in verlof. Ja. En Mickey Mouse ook. Ja, he. Ze zijn al in verlof. Maar ja, he. Ik heb Donald achtergedaan. Yep. Ik ben in een zeer van water gelopen. Zingen in de rain. It's raining time. It's raining time. Ja man. Phantom Manor, maar houd dat zo bitter op, hè? Het is een heel geheim wat er gebeurt met Phantom Manor. Donald! Oh. Donald is er! Hey Donald! Hi Donald! Hey! How are you? Hij is alweer weg, bye bye. Dat was een speed beat. Speed is... Dat was een speed beat, hè. Het ligt er veel in water, maar weer een keer. Dat was meet en greet met Fastpass, binnen en buiten. Ja, maar men er niet bij geweest. Of dan laten we zien, ooit toch geen volk, maar weer een keer. Wees dat vandaag van, oei, ik heb mijn verlof vandaag, ik ben weer weg. Ja, sowieso. Moest sowieso. Ik hier niet zien vandaag. Oei. Oh, dat klinkt niet goed. Voorspelling klopte voor 5 minuutjes vandaag. Maar dat moet je niet zeggen. Oh, mannetjes toch, we lachen toch zo. Kijk, we gaan de secret van Phantom Manor gaan ontdekken vandaag. Ja, hé. En wat is de secret van Phantom Manor? Geen idee eigenlijk. Dan we er gewoon gaan ingaan, een ritje doen en gaan kijken wat er gebeurt. Oké, dat is goed. Ja. En daarna gaan we gewoon de gezellige daar op die Big Thunder Mountain. Ja, want het park is vandaag alleen voor ons open, zoals je ziet. Nobody inside. Het is enkel aan de other side, maar niet inside. Zelfs Donald was niet inside. Nee, hij was aan de other side. Ja. Hoe? Goed, ik ben klaar voor Phantom Manor te trotseren. Ik heb daar enorm veel zin in. Hey, de sleutels mee. Ik ga mee. Hier nu gewoon door de muur wandelen. Oh. Ik dacht dat ik door de muur kon wandelen. Ik voelde mij al een beetje geestachtig. Hier. Het zat erop. Nieuw plots ontboot heel are now available. C.G. Nutterville. Ja, maar waar is Nutterville? En Madame Leota had ook haar poster op hang. Kijk. Yes. Hier en hier moet je betalen. $200. En je mag erop. Yep. Dat is like de fan deze. Ja. Is hier een pad enter. Oh. Het is closed. This mansion will remain closed. Amai zeg. Ja zeg. Ja, hoe in dat hier? We zitten er nu goed mee. Jan. Het is vervallen. Weet je wat, hè? Misschien tijd voor een hamburger. Ja, we gaan een hamburger gaan eten. Maar eerst een ritje op de Big Thunder Mountain. Ja. En dan gaan we een hamburger eten. Ja, uiteraard. Want de Big Thunder Mountain, vandaag moeten we er echt van profiteren. Hè? Het is maar 5 minuutjes aanschuiven. Park is voor ons alleen. Ik hoor zelfs een echo. Ik hoor zo kalm dat hier is. Rust. De pretparkrust. Voor elke Disney fan is dit nu wel een droom. Ja, ik heb nog enkel een zonnetje nodig.
Laat de zon maar komen. Daar is de zon bijna. Je moet hem... Denk, dat was een blooper. Denk beeldig in beelden. En, dan denk beeldig in beelden. Dat is moeilijk. Ja, en dan komt de zon. Voor de Disney-fans, die hebben hier nog nooit zo rustig geweest. Maar ik wel. Ja. Ik wel. Ik ga zelfs nog 2 minuten voordat de parade begon gezellig gaan staan. Ja, parade. Gezellig. En dan kun je zo lekker meewandelen. Alles goed? Ja, alles goed? Ja. En toen moet je stoppen omdat er een vulbak in de weg staat. Ja. Dat zijn de enigste toeschouwers die je hebt. Dat moet hij. Zeker. Maar eerst gaan we naar de Big Thunder Mountain. BTM. BTM of VTM? BTM. Ah ja. Ja, maar de afkorting is van VTM. Iedereen kent dat, hè? Ja. Dat gaan we ze bij doen, hè? Ja. Inderdaad. Dat gaan we al een beetje lekker worden, wist je, Piet? Het is ongelooflijk. De Big Thunder Mountain staat op een ongeziene... Maar het is VTH, het is vettige hamburger. Hè? Nee. De Big Thunder Mountain staat. Het is een beetje nat vandaag, kijk. Lekker de voetjes in het water. Dat kan toch niet, 5 minuutjes? Jawel. Je weet niet wat hij mist vandaag. Lookie. Dat is onhistorisch geval. Dat is echt wel. Goed doen. Ja, foto pakken. Mooi met dagen. Oh ja. Het is weer een schoolfotootje. Ja, de mensen die ons horen lachen, als je nu op Twitter zou gekeken hebben, dan zou je weten waarom. Ja. Dus nog een reden om teamparkfans te volgen. Ja. En DLP-fans op Twitter. Inderdaad. Want nu heb je iets gemist. Het is ongezien. Zelfs de castmembers vonden het grappen. Ja, als het 5 minuten wachten is, kunnen we zowel een heel dag op de Big Thunder Mountain zitten. Eigenlijk. Zeg, moesten we nu kijken in plaats van 36 keer iets van Small World. 36 keer een Big Thunder Mountain. Ja, maar dan met 5 minuten aan wachten, dan gaan we wel iets sneller mogen wandelen, anders gaan we 10 minuten mogen wachten. Ben je iedereen naar huis gestuurd? Ja. Zodanig dat wij wat plaats zijn voor een ritje. Ik ben social media aan het overtreffen eigenlijk. Ja, he. We zeggen we willen een ritje op Big Thunder Mountain, maar we mag niet eerder open doen dan dat wij erop geweest zijn. Ja. Dus bij deze. Ik ben heel asociaal vandaag. Voilà. Ik heb er zin in. Ja, hé. En nu hadden we al koffie gewerkt voor de gelegenheid, hé. Ja, nooit anders. Ik ben er heel zeker van. En als het niet werkt, heb ik me serieus vergist. Ja, zoiets. Man, ik heb er zin in. Zo wacht erin, meisje.
Dat is 5 minuutjes wachten, dat was hem. Ja, ik was nog een beetje social media aan het checken. Ja, he. En het was effectief, he. 5 minuutjes. He. Geweldig, ja. Gewoon. Geweldig. En Disneyland Parijs wenst ons veel plezier. Inderdaad, ik ben dat op bewijs. Dank u wel daarvoor. Ja, dank u wel. Disneyland Parijs NL. Ja. Wij zijn aangesproken, wij voelen ons vereerd. Ja. Maar zo verslavend. Ja, dat is... Oh, mijn vest is het toch zo geweldig dat het rustig is. En een goeie dag uitgekozen. We hebben een zalige dag uitgekozen. Met weer van dat Jordi weer mee, maar dat wisten we al. Jordi weer. Ja, dat is Jordi weer. Dat is typisch, dat Jordi weer. Ja, en we hebben wel het geluk dat we Jordi weer hebben, dat meestal rustig is. Ja, he. En nu gaan we allemaal lijken een bende zombies naar de Bichtundermout nog. Lijken een bende zombies. Aantrekkingskracht, het is nog altijd 5 minuten. Ja, we moeten daar naartoe gaan. Straks. Ja, straks gaan we een espress nog een keer een rondje zo maken, zodanig dat we nog een keer naar de... En dan maken we nog een keer een foto. Het is nu 1 of 2 uur in de namiddag en we wachten 5 minuutjes. Uiteraard. Hamburger? Ja, maar eerst moet ik naar een restroompje. Een restroom? Ja. De Jordi restroom. Ik kan daar rusten, in de restroom. Of ander ding doen, maar ja, daar gaan we niet over uitweiden. Ja, ik heb geen antwoord. Ik heb daar... Nee. Dat is het petje erboven. Ja, petjes ook wel kunnen gebruiken eigenlijk. En misschien een fastpass voor Big Thunder, man. Helaas, Filip. Ik heb geen petje bij. Ah, oké. De Armando Jordi is er niet. Niet in de vrouwenwc. Nee. Allee, tot straks. Ja.